De paasklokken. Voor zover ze nu nog bestaan, een signaal voor vakantie in het buitenland. Maar in het meer kerkse deel van de eeuw vlogen ze heen en weer naar Rome en brachten ze paaseieren mee. Een amateurfilmpje uit 1945. Het eerste paasfeest en de eerste paaseieren na de oorlog. Voor mama brengen de klokken een mooi juweel en voor de kinderen chocola. Wie de oorlog heeft meegemaakt, weet het nog. Heerlijke, zoete, echte chocola. 5 jaar lang alleen maar verkrijgbaar op de zwarte markt. Nu is hij gewoon uit de hemel.